Ik loop hier in Tebergen, misschien wel het hippiecentrum van Nederland. En hier worden de nieuwe Olympische winnaars gescout. Ik ben de ringmeester, kijk wie wel aan de beurt is. En ik zie de jongens van Schreuder, die hebben vroeger ook bij de Sint-Joris gereden. Dat ze leren kennen. Gerko zei altijd, ik ga de eerste winnen. En jongens, zo moet je doen. Dan heb je ook, prijs. Dat onderhoud je. En wie denkt u van dit lijstje dat er gaat winnen? Dat zal dan een van de Schreuders zijn, Fleur Schreuder. Die rijdt dan ook bij de dochter van Ben of Wim. Ga je springen? Op je pony? Ja. En ga jij winnen? Ja, hier moeten ze geschouwd worden. Nee, maar dit is echt mooi. Je kan wel kijken hier welke toch wel een beetje aanleg hebben en talent hebben. En dan hangt het ook vanaf hoe ze ontwikkelen, hoe de instelling blijft. Of ze blijven rijden of sommigen gaan wat anders doen. Je ziet kleine kinderen en doen ze een tijdje voetballen of tennis of wat anders wil. Maar dat is wel leuk. Ga jij zo de bak in? Nee, ik ben al geweest. Hoe ging het? Goed. Wat heb je gedaan? Dressuur gedaan. En waar moet je dan op letten bij dressuur? Dat je goed de hoeken doorrijdt en dat je heel netjes erop zit. En is dat gelukt? Ja. Denk je dat je gaat winnen? Ja. Wie is uw dochter? Dat is mijn dochter, Louise. Ja. En vindt u het spannend? Ja, het is wel spannend, ja. Ja. Ze heeft wel eerder meegedaan, maar het is wel heel erg leuk inderdaad. Ja. Maar het is natuurlijk wel een dure hobby. Ja, dat klopt. Maar wij hebben gelukkig de paardjes thuis staan. Dus, en mijn man die rijdt zelf ook. Dus, bent u de sponsor? Ja, daar zijn wij wel de sponsor van onze kinderen. Ja. Maar is het waard? Ja, zeker weten. Ja, als je ziet genieten, dan is het dat zeker waard. Ja. En waar let u allemaal op? Ten eerste of de kinderen veel plezier hebben aan het ponyrijden. Dat is eigenlijk het belangrijkste met de Bixie. En waar letten we dan meer? Of ze er netjes op zitten, netjes rechtop. Dat ze de pony niet storen. Want ziet u dan ook gelijk of iemand echt talent heeft of dat het, je haalt er wel de mensen, ja, de kinderen eruit die wat gevoel ervoor hebben, laat ik zo zeggen. Maar andere kinderen komen er ook. Als ze genoeg oefenen en goede begeleiding hebben, dan komen ze allemaal een heel eind. En zit hier nou de nieuwe Ankie tussen? Zit hier, dat is de vraag. Dat, vast wel, waarschijnlijk wel. Waarom denk je dat je de allerbeste gaat worden? Omdat heel veel dat zeggen tegen mij. Ja, wat zeggen ze dan? Je bent bijna Ankie van Gunsen. Is dat ook je voorbeeld? Ja. Ga je denk je ook Ankie worden? Nee, denk ik niet.